Goedemiddag allemaal. Wat ik u nu wil voorstellen is de potloden van Conte. Dus 24 kleurtjes. Dit is een iets harder potlood, dus daar bedoel ik mee dat u dat dus een grotere punt kunt aanslijpen. Als u daarvan houdt, ziet u wat punt u daaraan krijgt. En dat zijn dus de 24 kleurtjes. En we zullen nu met de en wat ik ook ondervonden, ik heb ondertussen eventjes geprobeerd met mijn Carandage blender. En die werken daar dus ook uitstekend mee. Dus u krijgt daar mooie kleuren. Allee, mooie blinkende kleuren mee. Dus ja, ik heb hier de kleine boekjes van Joanna Basford. Dus de It Changes Forest. Waar er ja, toch verschillende mooie printen in staan. En dat is van The Secret Garden dus ook. Ziet u? En ik zie hier een printje waar we die even kunnen op uitproberen. Ah, hier. Ja. Dus dat gaan we eventjes opzij leggen. En dan hebben we nog The Lost Ocean. Ook van Joanna Basford. In mini-formaat, hè. Dus heel makkelijk om mee te nemen als u graag kleurt onderweg met allemaal die mooie printen erin. The Fashion Dreams, dat is van Amélie Chen. Amélie Chen. Dat is voor mij een beetje een... kijk eens, een mooie weergave. Ja, dat is ook zo'n soort sprookjesfiguur. Sommigen onder u zullen dat kennen, anderen dan weer niet. In ieder geval ook een mooi boekje. En dan het laatste is Wonderland. Ja, dat is ook zo in die genre. Dus, maar ja, kijk eens wat mooie tekeningetjes. Maar waarom dat hier nu zo? Ah, dat zal langs de achterkant voortlopen, denk ik. Dus eventjes kijken, ja. En dan vormt dat, ja, dan vormt dat een geheel. Dus ook heel mooie printjes erin. Kijk. Dus, ja. Dat is dan boekjes die je dus kunt... Maar nu gaan we even dus... En dan moeten we een groene kleur pakken, want ja, er zijn hier wel bruine erfblaadjes ook. Daar heb ik nu mijn kleurenboekje gedaan. Zo... Dus dan gaan we naar het kleurboekje. En dan, ja, je moet zo een beetje op de punt kijken. Ziet u? Want er staan spijtig genoeg geen namen of geen nummers op. Maar ja, het zijn wel heel goede potloden. En voor de prijs van 10 euro... Dus ja, ik zal u eens laten zien. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik ze gebruik.
En ja, u kunt dan ook met één potlood van licht naar donker gaan. Maar dat gaan we nu eventjes gewoon een paar blaadjes inkleuren. En ja, u krijgt toch, door niet heel hard te drukken, krijgt u daar toch wel een mooie kleur uit. Dus ja, Comte is ook een grote schilder geweest. Dan gaan we eens een ander groentje pakken. Ja, dat zou dus deze moeten zijn. Er zitten dus ja, vier groentjes in. Ik zal je dat nog eens laten zien. Vier groentjes, zo één uitskleur. Dan wat geel en oranje. Verder is dit ook nog een beetje bij het oranje te noemen. Dan wat mauve, een bordeaux, rood, twee bruine. En dan hier van boven is het ook een donkerbruin. Drie blauwe zo, een beetje turquoise en zo. En dan een mauve en een donkerblauwe, een lichte grijze en een zwarte. Dus ja, dat is nu geen slecht kleurenpaletje om mee te nemen. Zie je, ze maken toch heel mooie. Mooie kleurtjes. En dan kunt u dus ja, met uw blendertje, als u dat ondertussen ook al moest hebben, want daar heb ik ook een filmpje van op mijn kanaal staan. En ja, dan kunt u dat dus ja. En dan voor de want u bent best dat ze je ze zo een beetje in volgorde houdt in het doosje. Want ja, u kunt ze spijtig genoeg alleen maar een beetje herkennen aan de punt. Dus voor een beetje afronding zou u dan het zwart kunnen pakken. Ziet u? En dat is dan ja. Ja, het zijn mooie kleurtjes. Dus ja, wat ik u aanraad is, als u zo'n doosje kunt bemachtigen. Dus Comte in de GB, of beter gezegd in de Carrefour, zijn ze dus verkrijgbaar. Aan de prijs van 10 euro. Hè? Of, ja, 10 euro. Dus ja, u ziet, u kunt daar dus voor in kleine boekjes. We zullen nu nog eens iets pakken, dat, maar het zijn nu allemaal bladjes. Maar ja, een bladje kunt u ook. U bepaalt natuurlijk hoe u uw tekeningetje wilt indelen. En u kunt dat bijvoorbeeld, ziet u? Ja, ze schrijven toch. Allee, heel veel pigment. En je kunt bijvoorbeeld zo een bladje maken. Ja, je ziet, dat is nog splinternieuw.
En dan gaat u daar ziet u. En u kunt dus, als u houdt van scherpe punten, een hele scherpe punt krijgen, want u kunt hem nog scherper krijgen. Ik zal. En zonder dat hij dus breekt, terwijl u aan het. Kijk eens, waar een punt. En die ze breken dus echt, het zijn. Ja. Ik weet nu niet wat erop staat van ja. Vivid colors. Strong light. Strong light, ja. Dus ja, dat is een harde punt is, hè. Ja, u ziet het. U kunt er dus met een hamer op kloppen en dan gaat de punt. Allee, ja, dat is natuurlijk allemaal sterk een beetje overdreven. Maar in ieder geval, mensen die van houden van met een lange punt te werken, die niet afbreekt, zijn dat ideale potloodjes. Dus ja, ik wens u verder nog veel kleurplezier. En ik hoop dat het u misschien inspireert van ook zo'n doosje te kopen. Natuurlijk bent u dan niet verplicht, u bent daar vrij in. Ik kan maar alleen enkele tips laten zien en zo gelijk u ziet. En ik zal er nog eens eventjes met een blinder over gaan van Karen Dagen. Ziet, en dan wordt dat toch direct een stukje donkerder. Hè? Er komt toch nog een beetje pigment vrij. Waar u dat mooi mee kunt opblinken. Dus ja, nog een goede dag allemaal. Veel kleurplezier en tot ziens. Dag!